Dit is het uur van mooie mensen. Vraag maar aan mooie mensen. Dus leef je in, want mooie mensen, daar verrijk je je wereld mee. Met mooie mensen. Goedemorgen, dames en heren. Het is vandaag 28 december. Het is net kerst geweest en bijna oud en nieuw. En hier zit ik in de studio met een aantal gasten met het programma Mooie Mensen. En uw presentator Dillis Derksen. Het programma Mooie Mensen is een programma waarin we mensen interviewen. En waarvan ik hoop dat we er wat van kunnen leren. Want ieder mens is een mooi mens. En als we goed luisteren naar elkaar, als je mensen vragen stelt en als je nieuwsgierig bent naar een ander, dan kunnen we volgens mij veel beter leven met elkaar hier allemaal in Kampen en omstreken. Dus vandaar het programma Mooie Mensen. Nou, vandaag heb ik een bijzondere gast. Ik zeg elke week dat ik een bijzondere gast heb, maar deze vandaag is toch wel een beetje bijzonder. Want ik heb op Facebook aangekondigd dat Feline Derksen hier in de studio is. En haar dochter Sarah en Gijs, haar zoontje Gijs, is er ook, zijn er ook. Gijs die zit aan de kant met de computer. En die kijkt of er reacties zijn via Facebook. En dat horen wij dan als er vragen gesteld worden. Hè, Gijs, dan hoor jij het. Dan horen wij het van jou. En Feline en Sarah die gaan het gesprek doen. En waarom zijn jullie nou zo'n speciale gast? Ja, goedemorgen, middag inmiddels. Ja. Ik ben dus Feline Derksen. En de naam zegt het al, hè, de achternaam. Ik ben het zusje van Dillis. Ja, precies. Ja. En het is nou niet heel gewoonte om al mijn familie uit te nodigen. Maar jullie waren hier en ik dacht van, nou, wat is leuker dan dat jullie op de radio komen. En dat ik van deze gelegenheid gebruik maak om jullie te interviewen. Ja. Hey, en wie zit er naast jou, Feline? Kan je het zelf zeggen, wie je bent? Nee. Oké, Sarah die was heel stoer van tevoren. Ja. Sarah is nog maar 5, dus die ze komt straks wel los, denk ik. Ze komt straks wel los. Als je wat wil zeggen, Sarah, dan horen we het, ja? Hey, Feline. Ja. Nou, je bent natuurlijk mijn zus, dus ik weet alles van je. Maar voor de mensen die ingeschakeld hebben op Mooie Mensen, omdat zij het meest bloederige verhaal van je leven wilden horen, want dat hadden we in de aankondiging gezet. Dan gaan we het even hebben over wat je voor beroep hebt. Want wat doe jij? Ik ben verloskundige. Inmiddels alweer 11,5 jaar. Ja? En, tel je de dagen? Nee, ik tel niet de dagen, maar wel de jaren. Ja, precies. Ja. Omdat je zegt 11,5 jaar. Ja. Nou, goed. Ja. Nou ja, ik vind het zelf wel een lange tijd al. Dus, ja. En, waarom noem je dat 11,5 jaar? Nou, wat ik zeg, ik vind het wel een lange tijd eigenlijk al. En ik denk van, nou, wat heb ik een fantastisch mooi beroep. En dat vliegt voorbij ook, ja, al die jaren. En nou ja, als je dan een keer terugrekent van wanneer ben je begonnen, dan denk ik van, oh ja, dat is inderdaad wel gewoon heel lang alweer. Ja, precies. Ja. Hey, en waarom vind je het zo'n fantastisch mooi beroep? Ja, gewoon het feit dat je, en dat is, ik klinkt ook wel weer een beetje cliché, want het is, zie ik overal wel mensen die zich voorstellen van ik ben verloskundige, die schrijf ik allemaal en daar ben ik het gewoon helemaal mee eens. Dat het gewoon zo fantastisch is om vanaf het begin het lieve leed te delen tijdens een zwangerschap. En natuurlijk uiteraard de bevalling, het mooie moment en de kraamperiode. Mm-hmm. En ik zeg wel steeds van de mooie momenten. Er zitten natuurlijk ook de minder fijne momenten tussen. En de echt minder leuke. Echt een niet leuke verhaal. Geen leuke verhalen. Geen leuke verhalen. Ja, precies. Hey, Sarah. Sarah. Ja? Hoe is het om een moeder te hebben die verloskundige is? Nou, vertel maar. Wat vind je ervan dat ik dat doe? Geen idee? Oké. Okay. Ze wordt toch een beetje verlegen, denk ik. Oh, oké. Okay. Nou ja, want daar was ik eigenlijk wel nieuwsgierig naar. Ja. Maar goed, Gijs die zit iets te ver weg van de microfoon. Maar ik ben benieuwd hoe je als kinderen vindt dat je moeder, soms wel weg is, hè, 's nachts en op allerlei rare tijden natuurlijk. Nou, kan ik wel een beetje wat van zeggen? Misschien? Ja? Wat is eigenlijk een verloskundige? Want er luisteren misschien ook mensen naar het programma die nog niet zo lang in Nederland zijn. En die misschien het woord niet kennen.
Ja, ik weet helaas niet. Ja, midwife is het natuurlijk in het Engels. Maar de andere talen weet ik niet zo goed. Maar verloskundige is ook wel zogeheten een vroedvrouw. En dat is iemand die dus kundig is in het begeleiden van mensen die zwanger zijn. Ik weet alles vanaf hoe een gezonde zwangere moet zijn in de zwangerschap. En hoe je baby moet groeien. En ik begeleid dus ook de bevallingen. En als er dan, en daar ook kan ik kijken naar complicaties. En als die er zijn, dan kan ik jullie doorverwijzen in het ziekenhuis. Mm-hmm. En als het niet nodig is, doe ik het zelf. Ja. En als de baby geboren is, heb ik nog de verantwoordelijkheid over de gezondheid van jou en je baby nog steeds, ook na de bevalling. Mm-hmm. En dat duurt al ongeveer tot 6 weken na de bevalling. Tot 6 weken na de bevalling? Ja, kunnen ze en vooral doen? De eerste week, de eerste 10 dagen ben ik aanwezig. Intensief een paar keer in de week kom ik dan langs. Ja. En ben ik dag en nacht bereikbaar. En na die 10 dagen dan kun je nog tot 6 weken gewoon kleine vragen stellen. Die vooral met bevalling te maken hebben. Ja, je maakt er al bijna een reclamepraatje van. Ja. Ja, maar het is ook gewoon zo mooi. Ja, precies. Ja. Want, oké, daarvoor zitten jullie niet, hè? Ja, nee, sorry. Nee, wat je zegt eigenlijk van het mooie vind ik, hè, want dat je gewoon bij mensen bent die een kind krijgen. Ja. Wat is daar zo mooi aan voor mensen? Nou, het is wel iets heel unieks wat je dan meemaakt. Hè? Dat is vooral als mensen voor de eerste keer papa en mama worden, dan is dat gewoon echt een heel bijzonder moment. En ook uiteraard voor een tweede of derde of vierde kindje. Maar gewoon de emoties die erbij komen kijken, de inspanning van zo'n vrouw en uiteraard ook de inspanningen van de partner die erbij is. Mm-hmm. Want die hebben het ook best wel zwaar. Ja. Hè? Want ze mogen niet zoveel. En dat is wel een beetje dat ik dat het zo mooi maakt. Ja, leuk. Ja. Hey, en hoe ben je er ooit eigenlijk bij gekomen? Waarom wou je dat zo graag? Nou, ik vond vooral baby's heel leuk. Ja? Tenminste, dat vond ik vroeger. En wat staan er leuk aan? Want ze kunnen helemaal niks. Nee, baby's kunnen ook niks. Ik vind baby's eigenlijk ook pas leuk na een half jaar of zo. Ja. Als je meer interactie hebt, dat ze meer terugbrabbelen en lachen en doen. Ja. Hè, want die eerste paar maanden vond ik zelf met mijn eigen kinderen ook wel heel pittig. Mm-hmm. Het huilen en het dag en nacht ze moeten verzorgen zonder dat je eigenlijk weet wat ze willen. Omdat ze alleen maar kunnen huilen. Ja. En daar moet je maar niet aan zitten, Sarah. Dat kunnen mensen horen. Nou ja, ik weet niet even nu even op. Waarom was je begonnen? Oh ja, waarom ik was begonnen, sorry hoor. Ja. En een toenmalig vriendinnetje die had het erover dat ze verloskundige wou worden. En die had zich ingeschreven in de academie in Amsterdam. Ja. En dat was ze niet geworden. En toen hoorde ik via haar dat je ook in Groningen kon inschrijven. En dat heb ik me toen gedaan. En toen heb ik me ingeschreven en ik ben gelijk toen ingeloopt. Wat leuk. Ja. En ook handig, hè, want we woonden toen in Groningen. Ja. Dus dat was helemaal super dichtbij. Ja, precies. En vond je het gelijk ook heel erg leuk? Nee. Waarom niet? Nou, wel de stages vond ik wel heel leuk, maar de opleiding zelf, ik dacht, achter doe ik even. En ik vond het maar raar dat ik al die dingen moest leren. Ik ben meer praktisch gericht namelijk, ja, dan theoretisch, dus vandaar. Ja, ja, en wat vond je dan niet leuk? Want je zegt vaak zo nee. Het schrijven en de toetsen maken met ja en nee antwoorden. En of juist onjuiste antwoorden. Misschien luistert mijn oude lerares nog wel. Ja. Die weet dat ik daar niet zo blij mee was. Maar ja. Ja, oké. Okay. En Gijs, hebben we al vragen? Nee. Wel mensen die dingen zeggen, hè? Maar ik zie niet helemaal wat het is. Nee, ik zie het ook niet. Nee. Maar ondertussen kunt u meeluisteren, natuurlijk via de radio, maar dat doet u al. En verder kunt u meeluisteren en kijken ook via Facebook, Mooie Mensen. En daar kunt u eventueel ook vragen stellen aan Feline, of aan Sarah trouwens, over misschien het beroep verloskundige of over andere dingen, we horen het wel. Alleen we selecteren natuurlijk de vragen. Gekke vragen, die stellen we niet, nee. Maar die kunt u stellen via Facebook en dan horen we het graag, dan kijken we wel wat we ermee doen. Even kijken, Feline. Of eigenlijk Sarah. Sarah, jij had een liedje uitgekozen. Ja. Wil je nog daarover vertellen? Nee, oké. Okay. We hebben een liedje. Sarah die had een liedje van tevoren uitgekozen. En die zei van, het lijkt me heel erg leuk om Kinderen voor Kinderen niets is cooler dan Kerstmis te draaien.
En nou zitten we toch tussen kerst en oud en nieuw. En dat kerstgevoel blijft er volgens mij voorlopig nog wel even in zitten. Dus die gaan we dan voor Sarah draaien. Wil je er nog iets over zeggen, Sarah? Nee. Nee, oké. Nou, dan gaan we hem draaien. Komt-ie. Oh, dat was niets is cooler dan kerstmis voor de mensen die nog opgevoed worden met Kinderen voor Kinderen. Die weten nu dat er een nieuw liedje is van Kinderen voor Kinderen. En dat was het lievelingsliedje van Sarah. Hè? Sarah die houdt acuut een mond, want die hoort dat we weer op de radio zijn terwijl ze net wel durfde te praten. Maar goed, dat maakt niet uit. We zijn weer terug bij het programma Mooie Mensen met de presentator Dillis Derksen. En ik heb te gast Sarah, hoe heet je eigenlijk van achternaam? Mollema en Feline Derksen. En Feline is mijn zus en het leek ons leuk. Ze waren toch bij mij. Dus ik dacht van, we gaan ze vandaag gewoon zo interviewen. Dan heb ik een leuke gast, hè? En dan doen we volgende week weer de mensen die ik niet ken. Dus een kleine uitzondering op de regel. Flien, ja. Je was aan het vertellen over je bent verloskundige. En je vertelde hoe het eigenlijk is gekomen dat je verloskundige bent geworden. Hè? Je bent opleiding gegaan. En omdat eigenlijk een vriendinnetje van je ook naar verloskundige opleiding ging. Ja. Hey, en hoe kwam het dat je baby's altijd zo leuk vond dan? Eigenlijk geen idee. Geen idee? Nee. Dat is een kort verhaal. Ja. Ja. Ik was natuurlijk nooit met... hoeveel baby's kwam ik in aanraking toen? Ik heb natuurlijk wel heel veel opgepast. Ja. Dat wel. Mm-hmm. En ook wel op kleine kinderen. En
Ja, ik denk dat ik vind ze altijd zo schattig, gewoon babytjes. Ja, maar ja, dus lief. Vanaf een half jaar eigenlijk. Ja, precies. Als ze een beetje gevorderd zijn, dan... Maar volgens mij zijn... Ik ken ook wel van die meiden van volleybal en zo. Misschien zitten ze wel te luisteren. Maar die zeiden ook hoor, van... Oh, in het begin kun je er nog niks mee en zo. Nee. Kun je er nog niks mee, alsof het een klein ding is. Maar en als mensjes groter worden en ze kunnen wat meer... dan is het misschien leuk om... kun je ook wat reactie terug verwachten en zo, hè? Mm. Hey, en je zei net heel even tussendoor... je bent nu voor jezelf begonnen. Nou, dat wist ik natuurlijk al. Maar ik denk dat voor de mensen thuis... misschien wel leuk is om te weten hoe dat eigenlijk zit in verloskundige land. Want stel je voor, iemand is zwanger. Ja. Waar, ik zou dan denken, help, waar moet ik heen? Ja, maar hoe kan weet ik je dan waar je heen moet? Nou, je kunt eventueel via je huisarts kun je zeggen van... nou, ik ben zwanger en wat moet ik nu doen? Ja. Maar eigenlijk kun je ook gewoon op internet gewoon zoeken... naar een verloskundige in jouw omgeving. En, want is het normaal om met een verloskundige te bevallen? Of daar in principe, als jij gewoon gezond zwanger bent... een gezonde vrouw bent zonder speciale medicatie gebruiken... of bepaalde ziektes of zo... dan kun je gewoon... je aanmelden bij de verloskundige. Ja? De verloskundige kan aan de hand van een aantal vragen zien... of je inderdaad bij haar onder begeleiding kan zijn. Ja? En dan, wat voor vragen? Gezondheidsvragen. Dus of je wel eens geopereerd bent geweest... of je ernstige ziekte hebt gehad... begeleiding hebt van een specialist... of medicatie dus gebruikt. Mm-hmm. Nou, lengte en gewicht is ook belangrijk om te weten... Dat soort dingetjes. Want als je heel erg ziek bent geweest of heel erg dik bent of weet ik wat, wat gebeurt er dan? Nou, de BMI is belangrijk. Maar daar zit, ja, eigenlijk zit daar pas een medische reden bij als je boven de BMI van 40 hebt. Ja. Daaronder mag je gewoon bij je verloskundige onderzorg zijn. En er zitten wel wat extra testen die dan gedaan worden in de zwangerschap. Mm-hmm. Maar... als je bijvoorbeeld astma hebt met medicatie... omdat je anders niet aanvalsvrij bent... dan is het toch een reden om bij de gynaecoloog onder zorg te gaan. Ja. Omdat dat de bepaalde medicatie kan dan ook invloed hebben op de groei van het kindje. Oh ja. En dat is ook wel een belangrijke. Dus ja, vandaar. Ja. Ja. Hey, en je begon al... ik ben als ik een luisteraar zou zijn, dan zou ik denken van... wat wil ik weten? Ik wil een beetje de smeuïge verhalen, want dat is altijd het leukst. Ja. Tenminste, vind ik, hè. Dus ik maak het programma natuurlijk ook met mijn blik. Ja. Mm-hmm. Dus de blije verhalen, nou ja, dat, daar kan je vast enorm veel over vertellen. Maar dat is ook leuk als het goed lukt en zo. En iedereen is blij en er is een kind klaar. Ja. Maar wat, misschien niet een heel dramatisch verhaal, maar wat is het meeste... ik moest wel eens lachen volgens mij, want soms maak jij dingen mee volgens mij met echt bloedspatters en weet ik wel wat allemaal. Kun je daar iets leuks over vertellen? Ja. Waarom lach je? Nou, omdat jij het hebt over bloedspatters en ik zit al te denken, oh help, welk verhaal is dat dan? Maar ik heb vast wel eens wat verteld inderdaad. Er kan wel eens... Soms dan gebeurt er iets tijdens de bevalling... dat je bijvoorbeeld als het kindje gewoon geboren is... en bij de mama op de buik ligt... dan moet zo'n placenta nog komen. Placenta? Wat is dat? En de placenta is de moederkoek. Het ziet er een beetje vleesachtig uit. Wat, ja. Hoe groot is het ongeveer? Doe eens voor bij... op Facebook? Ja, hoeveel centimeter is dat ongeveer? Ongeveer 20 bij 15? 10? 20 bij 15? 15 centimeter. En dan de dikte is dikte of 3, 4 centimeter. Zo ongeveer? Ja. Okay. En daar zitten alle bloedvaten in en die ervoor zorgen dus dat alle bloed richting de navelstreng gaat en naar de baby toe gaat. En zo heeft de baby dus eten gehad in de zwangerschap. Mm-hmm. En alles wat hij nodig heeft en zuurstof en zo. Maar goed, die moet het natuurlijk ook uit. Ja, als, waarom is hij er eigenlijk uit? Ja, die kan natuurlijk niet blijven zitten. Want als hij blijft zitten, dan kan zijn mevrouw doodbloeden. Of doorbloeden en dan, dat is niet goed. Nee. Er kan infectie komen, dus hij moet er gewoon uit. Het is gewoon een ding wat alleen tijdens de zwangerschap eigenlijk nut heeft. En daarna verwijdert hij zichzelf eigenlijk ook, het lichaam. Precies. Ja, okay. Ja. Nou, en toen? Nou ja, dan... ik heb wel eens een keer gehad dat ik dan per ongeluk de klem losliet. En dan zit er nog best wel een druk achter. En dan
spuiten gewoon wat bloed uit van je navelstreng. Dus dat was dan niet zo heel erg handig. Nee. En ik ben misschien wel een beetje net zoals jij, die er af en toe dan wel wat uitvloept. Dus dat is dan natuurlijk gewoon niet zo handig. Nee. Niet zo netjes. Maar, hey, ja. ik zit te denken, want we hebben het er natuurlijk wel eens vaker over gehad. Maar als jij iemand gaat bevallen, kom je dan helemaal met mondkapjes, helmen, handschoenen, witte jassen, regenbroek, weet ik veel, aan? Nee, ik heb gewoon mijn eigen kleren aan. Ja? Gewoon. En het enige wat ik doe is mijn haarnen staart en ik haal mijn sieraden van mijn handen af. En zo ben ik dan bij de mensen. Iedereen? Doet iedere verloskundige dat? Ja, in de thuissituatie wel. Als je in het ziekenhuis werkt, dan heb je natuurlijk wel een witte jas aan, want dat moet gewoon. Mm-hmm. Dan heb je ook gewoon te veel te maken met veel verschillende mensen. Ja. En ik begeleid natuurlijk gewoon één mevrouw tijdens de bevalling. Mm-hmm. En tenzij ik gewoon vies word. Want ik heb wel eens bij een vrouw op bed gezeten terwijl ik dan de vliezen ging breken. Ja. En toen had ik even een beetje vergeten dat ik in een kuiltje zat. Dus toen kreeg ik al het vruchtwater zo naar mijn broek. die ging mijn hele broek, was dan helemaal nat. Ja, precies. Nou, dat soort dingen. Dat soort dingen, ja. Nou, ja. En toen? En heb je dan schone kleren bij? Of, Nee, daar heb ik geen schone kleren bij me, nee. Dus dan ben ik gewoon... heb ik gewoon een natte broek en dan ben ik gewoon aan het werk totdat de baby geboren is en alles klaar is en ik naar huis kan. Oké. Okay. Dan ga ik dan pas me omkleden. Ja. Dus die regenbroek is nog zo gek hier. Nee, precies. Toch? Daarom moest ik ook wel een beetje lachen toen je dat zei. Ja, maar eigenlijk zou je denken van... maar dat ziet er natuurlijk ook veel gezelliger uit als een verloskundige gewoon met gewone kleren aankomt en dus de huissituatie is veel huiselijker en zo. En dat is natuurlijk, of tenminste dat denk ik, om mensen ook gewoon op hun gemak te stellen. Ja. Ja, dat het niet zo ziekenhuiserig is. Of dat je gewoon echt de thuissfeer houdt als je thuis aan het bevallen bent. Ja. Ja. Maar ik voel een gat in de markt opkomen. We gaan een regenbroek ontwerpen die eruit ziet als een gewone spijkerbroek. Oh ja. Dat kan toch? Ja, dat kan. Nou, dat is een goed idee. Ja. Hey, en dan speciaal voor verloskundigen. Ja. Met lift in de billen. Nou ja, dat slaat nergens op. Ja, maar ja, om de mode ook nog een beetje een tintje te geven, hè? Dat bedoel ik. Want we zagen gisteren toch zo'n broek op... Zo'n panty. Even kijken, zijn we alweer toe aan een liedje? Sarah? Nee, Sarah die is helemaal nergens meer aan toe. Ja, Gijs is wel een beetje aan toe aan een liedje. Feline, je had een liedje uitgekozen. Ja. Welke? Nou, eigenlijk ook, deze is ook een beetje voor de kinderen. Dat is de Dance Monkey. Ja. En volgens... een bepaald iemand is dat een stem die niet echt is. Een bepaald iemand? Een bepaald iemand. Dik. Ja. Die zegt van, oh, dit is geen echte stem. Maar volgens mij heb ik gehoord dat het wel haar eigen stem is. Maar hè, Gijs? Ja, Gijs vindt het ook. En waarom vinden jullie dit liedje zo leuk? Het is een beetje een gek liedje, want die meid is verkleed als een oude opa. Ja. En ze dansen allemaal heel gek, hè? Maar dat is juist eigenlijk ook volgens mij het idee achter dit liedje. Dat je gewoon kunt dansen zoals je zelf wilt. Oké. En ben je daarvoor? Ja, daar ben ik wel voor. Waarom? Nou, omdat ik niet wil dansen zoals iedereen. En niet kan dansen zoals iedereen. Nee. Dus. En het heeft misschien ook wel wat te maken met het leven. Hè? Dat als je maar danst zoals iedereen, dan doe je dus niet wat je zelf wil. Ja. En dat het juist heel belangrijk is om te doen wat je zelf graag wil. En waar je goed in bent. Of niet? Ja, dus, we maken er een heel diepere laag van, maar we gaan het liedje nou eens eerst even luisteren of het echt zo is. Ja. Hoe heet het nou? Dance Monkey. Oh, Dance Monkey. Oké, komt-ie. Tot zo. Here we are, Mr. Tones. Let's take that one there. Good job. I'll leave this one over here for you. Just one more time.
Ja, dag dames en heren. Dan bent u weer terug bij het programma Mooie Mensen. Het is vandaag zaterdag 28 december. En uw presentator Dillis Derksen. En met als gasten Sarah en Gijs Mollema. En Feline Derksen. En Feline is mijn zusje. Het leek ons leuk om vandaag even samen een gesprek te voeren. Zo op de zaterdag 12 uur. En het is inmiddels al 12:30. Zo kun je nagaan hoe snel de tijd gaat. Ja. En we hadden een leuke vraag binnengekregen van een luisteraar. En dat is, hoeveel kinderen heb jij al ter wereld gebracht, denk jij? Ja, dat is een, inderdaad een hele leuke en goede vraag. Ik heb het vanaf het moment dat ik ben begonnen als verloskundige heb ik het bijgehouden. Ja? Alleen, ik heb alleen de mensen bijgehouden ja? die ik... Oh, die ik tijdens de bevalling dus heb, volledig heb afgerond. Dus mm-hmm. dat ik zelf de bevalling heb gedaan. Of dat ik tijdens het persen, zeg maar, het stukje heb moeten overdragen. Het laatste stuk aan de gynaecoloog. Mm-hmm. Nou heb ik natuurlijk ook twee zwangerschappen voor mezelf gehad. En nog wat andere ziektemomenten. Waardoor ik een tijdje niet aan het werk ben geweest. Maar in totaal zit ik rond de... En dat is eigenlijk best wel weinig voor 11,5 jaar. Maar... rond de 240 bevallingen. 240 kinderen die ik dus volledig zelf ter wereld heb gebracht. Maar je zei het al een beetje, hè? Want je hebt van die 11,5 jaar heb je, nou, 11,5 jaar bij praktijk gewerkt. Hè? Ja, grote en hoe praktijk. Gaat dat in zijn werk dan bij zo'n praktijk? Nou, bij zo'n praktijk heb je natuurlijk gewoon 7 dagen per week, 24 uur per dag de telefoon aanstaan. En met die grote praktijk waar ik werkte hadden we gemiddeld rond de 40 mensen in de maand die een baby konden krijgen. Mm-hmm. En dat is heel veel. Dat kun je niet. Je kunt niet zelf dat in je eentje doen. Dat wil niet gewoon niet. Dus ik zat dan in een groep van 4-5 collega's. Ja? En deelden we dus de dagen van de week voor de dienst. Maar waren die 40 kinderen of mensen die bevallen konden worden voor de hele praktijk of alleen voor jullie groepje? Was alleen voor ons groepje. Oh, ja. Okay, dat is en voor het andere groepje waren dan ook ongeveer 40. Ja. Inmiddels is het aantal wel wat lager geworden. Per team zeg maar 25 à 30. Mm-hmm. Dus het is echt wel een verschil. En dat is in de afgelopen paar jaar zo gegaan. Maar goed, je moet dan die diensten delen met elkaar. Dus ik deed 48 uur in de week dienst. En ook best wel vaak dat ik gewoon geen bevalling had in die 48 uur. Ja. En ook wel dat ik wel een bevalling had. Of dat ik hem moest overdragen naar mijn collega. Omdat mijn dienst afgelopen was. Hè, dus zodoende heb ik dus niet alle bevallingen... Niet zoveel bevallingen kunnen doen. Ja. Hey, en hoe weet je nou 240? Hoe heb je dat nou net even... Hè? Want we zeiden net tegen jou dat die vraag eraan zat te komen. Ja. Maar hoe kom je daar nou dan uit je hoofd op 240? Nou, omdat ik ze namelijk wel opschrijf. Ja, elke keer? Die ik volledig heb afgerond, vind ik leuk. Kijk, andere verloskundigen die sparen de geboortekaartjes... bij de bevallingen die ze geweest zijn. Ja. En ik dacht, ja, dat kan ik ook gaan doen. Maar... Dan, wij hebben niet zo'n heel groot huis en niet zo'n groot zolder. Dan staat hij heel snel vol. Ja. Dus ik dacht, weet je wat? Ik ga het gewoon een heel mooi. Ik heb een heel mooi boekschrift gekocht. En daar heb ik het gewoon ingeschreven. Heel kort, de naam, hoeveelste kindje het is voor die vrouw, hoeveel weken zwanger ze was, hoe zwaar het kindje is, hoe het heet, of een jongen of meisje is. En zo heb ik dat een beetje geteld. Ja, wat leuk. En bijgehouden, ja. En eigenlijk is ook het aantal jongetjes en meisjes een beetje gelijk. Dus ja? Ook, ja, dus de helft is dan jongens en de andere helft meisjes. Dus dat is wel grappig. Ja, dat is heel grappig. Ja. Hey, en worden er meer meisjes of jongens geboren? Jongens, toch? Best wel veel. Ja, eigenlijk ook, is dat ook weer in vlagen. Net zoals dat iedereen zwanger wordt, is in vlagen. Maar ook de geboortes van jongens of meisjes. Maar je ziet toch wel regelmatig wat meer jongens. Iets meer jongens, hè? Iets meer jongens, ja. Hey, maar dat is in Groningen, hè? Dus het is niet. Ik weet niet hoe het hier is. Komt door de aardgas. Ja, dat denk ik ook. Meer jongens. Ja, meer. Nee. Ja. Hey, wat ben jij iemand van opschrijven en tellen en het. Hey, ik ben zeker. Dit is een gemene vraag natuurlijk van Dillis. Want die weet dat wel, maar ik ben heel erg van het tellen en opschrijven en doen. Ja. Doe je dat gedurende de dag? Nee, niet meer. Nee? Nee. Dat is over. Dat is over. Mezelf afgeleerd inderdaad in de jaren. Ja, want wat deed je? Nou, ik had een tik bijvoorbeeld, dat ik op de fiets fietste en
bij elke oprit van naar een huis toe. Ja. Dat is met één oprit was 2 fietstrapbewegingen. Oh ja, ja, dat klopt. Ja, dat hebben we ook nog eens een keer gedaan. Ja. Hey, wat ik nog maar wel trouwens doe, ja, dat deed ik echt de hele tijd. Oh, ja. En op een gegeven moment heb ik me dat zelf kunnen afleren. Maar wat ik dus nog wel doe, is de traptreden stellen. Elke keer, dus net we hebben net 6. Ja, die heb ik niet geteld vandaag. Die heb je niet geteld? Nee, die heb ik niet geteld. Hoe kwam dat dan? Omdat ik meer bezig was met het feit dat we 6 trappen omhoog moesten. Oh, er is weer een berichtje. Gezelligheid. Het ziet er gezellig uit. Ja, dat is een berichtje van iemand die kijkt. En Aard. En die zegt dat het er gezellig uitziet. Nou, dankjewel. Ja, er staat nog wel wat anders onder, zie ik ook hoor. Oh, er staat nu nog wat anders onder. Ja. We kijken ondertussen op Facebook. Sorry voor het geklets zo ondertussen. Maar kan je het lezen of niet? Nee. Huis, kan je het lezen wat daar staat? Roderick. Dank, heel leuk. De groetjes van Chantal. Oh. Ook. Oh, leuk. Ja, Roderick, dat is onze broertje, die luistert ook. En die zegt van, dankjewel voor het antwoord, hè. En groetjes ook nog van Chantal. Nou, hartstikke leuk. Ja. Dank jullie wel. Leuk om zo ook wat reacties te krijgen en zo, hè. Oké, maar je hebt dus die. Hoe heb je dat jezelf afgeleerd? Vroeg ik me even af. Want misschien zitten er wel mensen te luisteren en die denken: goh, ja, dat heb ik ook altijd. Als ik buiten loop, maar ik word hartstikke gek van. Hè, want je kunt er een. Ja. Ik heb het ook een tijdje. En we hebben het ook een tijdje samen gedaan. Dat je. Dat we inderdaad 1, 2 en dan die trappen. Ja, en dan vreselijk. Was je weer bij de volgende oprijlaan. Ja. Ja, het klinkt een beetje decadent, oprijlanen trouwens. Maar wij woonden in Haren. In een dorp in Groningen, bij Groningen. En daar heb je heel veel oprijlanen. Ja. Dus dan deden we dat. Hey, maar hoe, want je kunt daar soms, en dat merkte ik zelf ook wel eens, helemaal een beetje geobsedeerd door raken. Hè? Dat je steeds alleen maar daarmee bezig kunt zijn. Ja. Hoe ben je daarvan afgekomen? Gelukkig was het bij mij dan niet zo dat als ik eentje gemist had, dat ik dan echt helemaal boos op mezelf werd. Want dat heb je natuurlijk ook, hè? Die mensen die dan dus echt gewoon boos op zichzelf kunnen worden of weer terug gaan lopen of fietsen om het opnieuw te doen. Of alsnog te doen. Dus dat had ik gelukkig niet. Maar wat zo erg was het niet. Nee, maar wat ik op een gegeven moment wel dacht van ja, ik wil dit gewoon niet meer. En dat ik dan tijdens het fietsen dus probeerde niet te letten op die oprijlanen. Maar dan ging ik kijken naar de huizen, naar de vogels, de bomen. Ja. Gewoon de rest van mijn omgeving. Ja. En dan betrapte ik mezelf op een gegeven moment op van, oh, ik doe het toch weer. Ja. En, maar dat werd steeds minder. Dus op die manier heb ik dat mezelf afgeleerd. Ja. Dus eigenlijk, als je jezelf afleidt. Ja. Van als je ergens heel erg op focust. Hè, ja. En dan word je helemaal, kan je helemaal ingezogen worden met je hersens. En als je juist jezelf afleidt en denkt, hé, ik kijk even ergens anders naar. Ja. En ik dwing mezelf eigenlijk bijna om naar het andere te kijken. Ja, dat is het wel echt hoor, dwingen dan. Ja, dan is het heel erg dwingen. Ja, ja, maar dat is knap. Knap dat het jou gelukt is. Ik zit even kijken. Oh ja, want we moeten vandaag even zelf opletten hoe lang de uitzending duurde. Duurt, bedoel ik, heb ik gehoord van Eddie die hier rondloopt. Want de terugtel... De tijd die telt niet terug. Dus ik moet zelf even in de gaten houden wanneer we weer moeten stoppen. Oké. Sarah. Nee, Sarah is nog niet meer aanspreekbaar voor een vraag. Nee. Ik wou vragen, hoe oud ben je? 5. Oké, zeg je dat altijd zo? Nee. Oké, ben je boos? Ja? Oké, ik weet niet eens of iedereen het wel hoort. Maar je bent boos. Waarom dan? Oh, toch niet? Nou goed, we gaan weer verder met Feline. Hey Fiel, Feline bedoel ik. Maar nu ben je dus voor jezelf begonnen. Ja. En ik zei net al van, het moet geen reclamepraatje worden. Dus, maar kun je eens vertellen waarom je gekozen hebt voor... om voor jezelf te beginnen. Want dat is denk ik wel een hele stap, of niet? Ja, dat is een hele grote stap. En die heb ik vorig jaar rond deze tijd genomen. Mm-hmm. Tenminste, heb ik een aantal jaren terug ook al bedacht van ik wil voor mezelf. Maar toen had ik natuurlijk Sarah, die is nu dus 5. Gijs is 9. Maar toen waren ze natuurlijk kleiner, gingen ze nog niet naar school. Dus dan heb je toch meer oppas nodig en alles om dat te regelen. Dus ik heb nu daarop gewacht en...
Nou, mede doordat er opnieuw een reorganisatie plaatsvond in mijn praktijk in de stad, dacht ik van, weet je wat, ik ga eens even vragen stellen bij twee andere caseloadverloskundigen in Groningen, hoe zij het gedaan hebben en hoe het werkt eigenlijk om als een caseload, dus als een soliste, zeg maar, aan het werk te gaan. Ja, want leg eens uit, wat is een caseload of soliste? Dat houdt in dat je dus... Ik werk dus gewoon echt alleen. Mm-hmm. Ik heb een eigen cliëntenbestand en ongeveer gemiddeld 5 cliënten in de maand uitgerekend. Die ik alle 5 gewoon zelfstandig de bevalling ook van begeleid. En de enige nadeel kan dus zijn dat als ik bezig ben met een bevalling en er belt iemand van, goh, ik moet ook bevallen, dat ik dus niet op 2 plekken tegelijk kan zijn. Nee. Dat is het enige nadeel. En daar heb ik dan een achterwacht voor geregeld. En dat is dan een van die andere caseloadverloskundigen. Oh ja. En wat het doel er eigenlijk van is om iemand echt gewoon vanaf begin tot eind te begeleiden. Zoals in die grote groepspraktijk, wat ik net ook zei, ik heb dan maar 48 uur dienst in de week van 7 dagen. En regelmatig, elke woensdag had ik altijd spreekuur. Dus mijn cliënten zag ik ook elke woensdag. Maar dan zei ik ook bijna elke keer van, jongens, jullie weten dat ik niet bij de bevalling kan zijn. Dat het ook een collega kan zijn. Ja. En dan heb ik ze op die manier erop voorbereid. Oh. En heb ik ze daarop voorbereid. En dan was het iets minder erg als ik er niet bij was. Ja. Maar dat vind ik dus gewoon zelf gewoon heel jammer. Dat ik gewoon niet ook nog die bevalling kon doen. En daarom ben ik voor mezelf gaan beginnen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Gijs, wil je even op de knopje drukken? Ik weet niet wat het is, maar druk er maar even op. Ja. Ja. Dat kan me heel goed voorstellen. Maar dan zit ik weer te denken. Hè. Stel je voor dat ik in het bos van zwangerschap... Ik ben zwanger en ik denk van, help, waar moet ik heen? Ga ik naar de huisarts? En dan zegt de huisarts, je kunt naar een verloskundige in Nederland. Hè, want dat is redelijk normaal. En je kunt daarin kiezen. Maar zegt die huisarts, weet die huisarts ook van het verschil tussen een praktijk en solisten en... Enzovoort. Of wat ik zou, als ik het niet van tevoren zou weten, dan bel ik gewoon een verloskundige praktijk. Ik denk daar totaal niet over na, weet je wel? Nee, dat snap ik. Ja, en dan denk je van, dan zit je er gewoon eenmaal en dan pas kom je erachter dat degene die je heel leuk vindt en die jou begeleidt, dat dan niet per se jouw verloskundige wordt. Ja. Nou, dan zou ik denken van, potverdorie, hoe kan dat nou of zo? Ja. Maar dan pas kom je erachter, dan zit je er al eenmaal. Ja. Ja, en dat is ook lastig. Maar dat huisartsen weet ik niet zo goed of die dat weten. In Groningen heb ik wel wat huisartsen... of in mijn omgeving van mijn huis, zeg maar... heb ik wel de huisartsen een berichtje gegeven, een flyer. Mm-hmm. En laten zien van, ik ben dus zelfstandig verloskundige. Ja. Maar in de stad Groningen zelf doe je dat eigenlijk niet zo. En is het zo dat je daar... dat mensen dat toch gewoon moeten googlen eigenlijk. En... horen mensen het gewoon echt via. Ja, precies. Ja. Hey, ik zit nog te denken, hè? Want wat is nog een leuk verhaal wat je kan vertellen over een iets bijzonders wat je hebt meegemaakt in al die jaren dat je verloskundige bent, bedoel ik. Ja, wat ik heel mooi vind zijn de badbevallingen. Ja. En die, dat zijn gewoon wel speciale bevallingen, omdat je dan... echt gewoon een mens... De vrouw zit in bad en bevalt daarin. Dus daar hoef ik eigenlijk ook niet zoveel te doen. Dan doet ze het zelf. Ander bijzonder is dat ik 2 collega's heb geholpen met hun bevalling. Oh. En dus die hadden dan ook gekozen voor mij, zeg maar. Dus dat vond ik ook wel heel erg leuk. En dat is natuurlijk gewoon speciaal als je collega jou kiest om bij de bevalling te hebben. Maar kun je een verhaal vertellen van... Toen kwam je bij een huis aan en toen zag je alles donker of zo. En toen... Weet ik veel, de belde je aan, deed er maar niemand open? Of hoe gaat dat? Ik bedoel, heb je zo'n verhaal? Nee, eigenlijk is het zo dat je als je... Ja, ik heb wel een leuk verhaal dat ik... Of nou ja, leuk. Ja, doe maar. Vanaf het begin, zeg maar. Als het in de nacht is, dan hebben de mensen altijd een lamp aan. Dat vraag je dan ook. Van laat maar even zien welk huis het is. Want in het donker is het soms lastig om huisnummers te vinden. Ja. Dus dat sowieso. En de meeste bevallingen beginnen ook echt in de nacht. Hoe kan dat? En dat is... Eigenlijk is het vooral ook nummer 1 is... de partner is in de meeste gevallen in huis. Dus dan weet de vrouw het kan nu gewoon. Ja. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk... dat de hormonen zijn gewoon het hoogste in de nacht. Oh, okay. Omdat je dan ook tot rust bent. En dan gaat het gewoon beginnen. Mm-hmm.
En ik heb wel eens, mensen bellen je dan, dan ga je naar ze toe in huis en dan ga je kijken van goh, hoe ver ben je zwanger? Hoe ver ben je zwanger? Dat is natuurlijk ook wel een belangrijke. Maar vooral ook van hoe ver ben je met bevallen? Mm-hmm. En ga je samen kijken van goh, wat zijn je wensen en hoe gaat het met de baby? Nou, en ik heb één keer gehad en dat was vooral in het begin van mijn werktijd, zeg maar, dat ik toen nog niet zo heel veel ervaring had. Ja. Dat ik toen bij iemand was, die ging bevallen van haar derde kindje. En ik had de vliezen gebroken omdat ze bijna volledige ontsluiting had. Hè. Ja. 10 centimeter moet je hebben om te mogen persen. Maar ze had bijvoorbeeld 9. En toen ging ik de vliezen breken. Was het vruchtwater was niet zo mooi. Het was niet helder van kleur. Want dat moet het wel zijn. En dit was echt groen vruchtwater. Ja. Dat je officieel dus in het ziekenhuis moet bevallen. Nou, inmiddels wacht ik gewoon af thuis helemaal als 9 centimeter is. En dan bevallen we gewoon thuis, zeg maar. Maar toen dacht ik, ja, maar ik moet nu naar het ziekenhuis met die mevrouw. Dus heb ik de ambulance gebeld. En want ik dacht, we moeten snel. Ja. En toen liep die vrouw naar de deur toen de ambulance er was. En toen zei ze, oh, volgens mij voel ik het kindje zakken. En toen zei ik, oh, nou, dan gaan we weer terug. En toen had de ambulancebroeders, die zeiden, nee, we gaan nu ook gewoon door. Okay. Dus die namen die mevrouw, toen was ik dus nog niet zo mondig. Dus die namen die vrouw mee in die ambulance. Waarom zeiden ze dat, denk je? Omdat ze er helemaal heen gereden waren? Ze waren er heen gereden en ze dachten van, nou ja, we gaan nu toch maar naar het ziekenhuis dan. Ja. En ik dacht, van, nou ja, dan rijken we achteraan. En toen moesten we naar het Martini ziekenhuis. Niet meer op de oude locatie, maar op de nieuwe locatie. Die inmiddels alweer een aantal jaren is natuurlijk. Maar, en toen, halverwege een grote hoofdweg, toen ging die ambulance stoppen. En toen dacht ik, oh nee. Gewoon midden op de weg. Midden op de weg. Het was wel gelukkig in de nacht. En toen heb ik mijn alarmlichten aangedaan, stond hij gewoon midden op de weg. En toen ben ik uit de auto gerend, in die ambulance gesprongen. Nou, toen is daar dus de baby geboren, in de ambulance. Wat gaaf. Ja, dat was wel heel bijzonder. Ja. Alles met de baby ook helemaal goed, hoor. En die ambulancebroeders, die maken dat eigenlijk nooit mee, want dat willen ze liever ook niet. Nee. Dus ze waren er ook heel blij dat ik erbij was, hè, want ze kunnen het wel, hoor. Want ze moeten het ook gewoon kunnen als het een keer gebeurt bij ze in de auto, maar ja. Dus het was wel een bijzondere ervaring. Ja, dus ik kon niet echt een specifieke plaats van bevalling opschrijven. Hè, want onderweg, ja, dat kon wel. Dus ik had onderweg aangekruist dat de baby onderweg geboren was in de ambulance. Ja, precies. En in welke, want dan moet je de ja, dat was baby wel gewoon in Groningen. Het was gewoon wel in Groningen. Ja. Dus ja. En dus de baby die is wel geboren in Groningen. Ja. Ja, hè, want hoe gaat dat precies als je in een vliegtuig zou bevallen? Weet je dat? Nou, volgens mij mag de piloot beslissen in welk land het kind geboren is. Ja? Ja, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ik dacht dat de piloot dan aangeeft waar. Ja. Oh, wat grappig. Ja. Ja. Nou, maar wat een mooi verhaal. Dat, ja, dat vind ik echt een tof verhaal. Want dat is dus waarschijnlijk helemaal de stilte van de nacht. En dan zie je die ambulance opeens stoppen. En jij had ook gelijk het idee van hij stopt, ik moet er nu uit? Of, ja. Ja. Hadden jullie dat ook afgesproken van tevoren? Nee, hadden we niet afgesproken. Maar goed, ze konden. Want die chauffeur die kan dan ook helpen. Dat is ook een verpleegkundige natuurlijk. Dus die ging ook erbij staan. Ja. En omdat ik achter zat, deden ze al de deur open van kom maar binnen. Ja. Leuk. Ja, het was wel bijzonder. Hey, en was het dan een hele makkelijke bevalling? Want het kind was eigenlijk al ingedaald, zeg maar, terwijl ze bij de deur stond. Ja, precies. Waarom deed zij ook de deur open trouwens? Nee, ik had de deur open gedaan. Oh. Ja, dus we liepen samen naar de voordeur toe, zeg maar. Ja, maar dan kan ze gewoon nog lopen. Ja. Met zijn kind tussen de benen, zeg maar. Ja, ja. Oh, bijzonder. Nou, volgens mij is er nog even weer tijd voor een liedje. En dan komen we zo nog even bij je terug om af te sluiten, want dan is het alweer tijd. Ja, dus we gaan nog één liedje doen. En wat hadden jullie als derde liedje gekozen? Nee. Die Emma Heesters en Rolf Sanchez. Pa Oliver Date of zo, hè? Een hele moeilijke naam inderdaad, maar hij is wel heel leuk. Nou, dan gaan we die even luisteren, komen we zo weer bij u terug. Ja. Als alle keren dan mijn dromen over jou het zouden komen, was je elke dag en nacht bij mij. Ik
wil niet denken aan je handen en je lippen bij een ander, maar ik weet het is de werkelijkheid. Por eso tomo pa olvidarte, porque sinceramente duele recordarte. Si tú no estás la soledad gana el combate. La luna no sale si no te vuelva a ver. Ik heb al dagen niet geslapen of vergeten. Ik ben al onder de eenzaamheid bezweken. De baan komt niet op als jij er niet meer bent. Vamos tomando cuatro chopas de tequila, pa' que se dilate la pupila. Yo quiero verte bien todito el cuerpo, que esta noche cae te daré un muerto. Weet dat ik er niet altijd voor je kon zijn, maar schatje zonder jou ga ik dood van de pijn. Je zag op die eerste dag was ik zo van slag. Oh, ik wil je in mijn armen en ik weet niet wat ze van olvidarte, porque sinceramente duele recordarte. Si tú no estás la soledad gana el combate. La luna no sale si no te vuelva a ver. Daarom denk ik om je te vergeten. Ik heb al dagen niet geslapen of gegeten. Ik ben al lang onder de eenzaamheid bezweken. De maan komt niet op als jij er niet meer bent. Baby, yo no tengo apuro. Pégate con disimulo, que si el miedo te lo quito. Ik geef totdat ik het voor ons heb verkloot. Ik zocht te veel naar aandacht en ik was zo idioot. Dat het leek alsof ik jou niet meer zou staan. En ik ben je onbereikbaar en is alles misgegaan. Sinceridad, tú te fuiste sin necesidad. Tú volviste sin necesidad. Pero tú te fuiste con tu ausencia y tu soledad. Ik weet dat ik er niet altijd voor je kon zijn. Ja, schatje, zonder jou ga ik dood van de pijn. Want toen ik je zag op die eerste dag was ik zo van slag. Ik wil je in mijn armen, maar ik weet niet hoe je van jou. Dice que voy a enloquecer. Het liefste bel ik jou om te zeggen dat ik het allermeest van je hou. Por eso como pa olvidarte, porque sinceramente duele recordarte. La soledad gana el combate. La luna no sale si no te vuelva a ver. Daarom denk ik om jou te vergeten. Ik heb al dagen niet geslapen of vergeten. Ik ben al lang onder de eenzaamheid bezweken. De maan komt niet op als jij er niet meer bent. Dag mensen, daar bent u weer. Mooie mensen, zaterdag 28 december. En u bent weer terug in de studio. En ik heb hier als gast Feline Derksen. En die is verloskundige. We gaan, ik klink een beetje gejaagd. Maar dat komt omdat we nog... ik heb geen idee hoeveel minuten meer hebben. Want de terugtelklok, die doet het even niet. Dus ik weet niet wanneer het precies is afgelopen. Dus volgens mij moeten wij nu maar gaan afronden, Feline. Ja. Dat is goed. Heb jij nog een wijze tip voor de mensheid? Dat is altijd een moeilijke vraag. Ja. Hele moeilijke vraag. En het is ook een beetje, ik denk ook, okay, oh ja, er komt lekker rauw op je dak zo. Ja. Ja, maar dan ben je wel gewend, toch? Ja hoor, ik ken jullie al langer dan vandaag. Ja. Het scheelt. Ja, heb je iets wat zo in je opkomt waarvan je denkt van, dat wil ik misschien in het kader van de zwangere vrouwen die nu luisteren of zo, of weet ik veel. Ja, nou ja, vooral blijf bij jezelf. En het klinkt een beetje stom, maar... Wat bedoel je ermee, blijf bij jezelf? Nou, bij jezelf van tijdens de zwangerschap bijvoorbeeld. Hè, hou je eigen wensen open en stel je gewoon je vragen, alles. Ja. Want jij bent zwanger en wij als verloskundigen weten heel veel, maar vertellen misschien niet alles. Dus als jij wat dingen wilt weten, moet je ze gewoon uiteraard gewoon stellen. Ja, en inderdaad, als je je wensen niet kenbaar maakt, dan weten jullie ook niet wat de ander wil. Ja. En dan zit je achteraf met buikpijn. Ja, en tijdens de bevalling heb ik zoiets van... belangrijk is gewoon echt rust houden. Rust en ademhaling onder controle. En gewoon degene die bij je is, dat die je gewoon ondersteunt. Je hoeft echt niet alles voor je te doen, maar gewoon er zijn. Mm-hmm. Dat is dan voor de partners vooral heel belangrijk. Ja. Dat ze even horen dat ze niks hoeven te doen, maar er gewoon zijn. Dat al het belangrijkste is. Mm-hmm. En voor de vrouw zelf gewoon echt gewoon rust houden. Ja. Niet in paniek raken. Nee. En dan komt het wel goed. En blijft iedere bevalling die je ziet bijzonder? Ja, absoluut. Elke keer blijft het elke keer, ja. Hoe kan dat het niet verveelt? Het is gewoon namelijk gewoon elke bevalling is anders. Elke persoon die ik begeleid is anders. En bij de een ben ik gewoon heel rustig. En bij de ander kan ik grapjes maken de hele tijd. En de ander
ja, moet ik gewoon echt een hand vasthouden en ervoor er zijn. Ja. 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 Dus dat maakt het zo bijzonder, gewoon elke keer wel anders. Zijn er ook wel eens mensen die helemaal alleen bevallen? Ja. Vrouwen? Ja. En hoe kan dat? Ja, dat is soms een bewuste keuze, maar soms ook een onbewuste keuze. Hè, en dat zijn moeilijke momenten, maar door dan voor haar te zijn, is het wel, redt het wel. En foto's maken en dan heeft ze wel een mooie herinnering daarbij. Ja. Ja. Krijg je nou een traan in je oog? Nee, ik krijg geen traan in mijn oog. Oh. Maar ik denk wel, ja, die dames zijn er zeker. Ja, ja. Ja, dat kan me ook wel voorstellen. Ja. Want soms dan hebben ze misschien net geen vriend of die is weggelopen, weet ik veel wat. Allemaal ja. Triest ja. En geen ja. Moeder meer, geen vader meer of geen contacten meer mee of wat dan ook. Ja, je hebt allemaal van die dingen. Ja. Nou, laten we daarmee afsluiten. Dus mensen, als jullie zwanger zijn, de mensen die luisteren en zwanger zijn, nou ja, bekijk je eigen wensen en geef goed aan wat je wil. En dat geldt denk ik ook in het hele leven, want als je het niet aangeeft, kunnen anderen daar ook geen rekening mee houden. Hè? Nee. Dus gaan we daarmee afsluiten. Het is volgende week zaterdag hebben we een nieuwe uitzending van Mooie Mensen met een nieuwe gast. Die ik nog ga opsnorren. Emma Boeven van Vluchtelingenwerk, die heeft mij weer heel veel tips gegeven. Dus daar ga ik eens even flink voor bellen de aankomende week. En Feline, ja. Heel hartelijk bedankt voor het komen. Graag gedaan. Ik vond het hartstikke leuk. Was ja, spannend. Heel leuk. Om een keer mijn zus te interviewen. Hey, Sarah, bedankt voor het komen. En Gijs natuurlijk ook bedankt voor de assistentie. Ja. En ik wens u allen een heel fijn weekend, maar vooral ook een heel goed nieuwjaar. Want als we volgende week, zeg ik het goed, hè? Ja, volgende week, dan is het gewoon alweer het nieuwe jaar. Dus dan gaan we dat met elkaar bespreken en vieren, zou ik zeggen. En met een nieuwe gast. Dan zie ik u volgende week weer. Of ik hoor u volgende week. U hoort mij. Tot dan. Dit is het uur van mooie mensen. Leef je in, want mooie mensen, daar verrijk je je wereld mee. Met mooie mensen. Oost-Berlijn, unter den Linden. Er wandelen mensen langs vlaggen en vaandels, waar Lenin en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wacht wordt gewisseld. 40 jaar socialisme, er is in die tijd veel. Maar wat is nou die heilstaat als er muren omheen staan? Als je bang en voorzichtig met je mening moet omgaan. Ach, wat is nou die heilstaat? Zeg mij, wat is die waard? Wanneer iemand die afwijkt voor gek wordt verklaard. En alleen de vogels vliegen van Oost naar West-Berlijn worden niet. Teruggefloten, ook niet neergeschoten. Over de muur, over het ijzeren gordijn. Omdat ze soms in het westen, soms ook in het oosten willen zijn. Omdat ze soms in het westen, soms ook in het oosten willen zijn. West-Berlijn, de Kurfürstendamm. Er wandelen mensen langs porno en piepshow, waar Mercedes en cola nog steeds op een voetstuk staan. En de neonreclames die glitterend lokken. Kom dansen, kom eten, kom zuipen, kom gokken. Dat is nou 40 jaar voet.